Hallo dames en heren, welkom bij een nieuwe video hier op Elrico Mania. Hoi. Zo, dat is een bek vol. Sorry voor het geluid op de achtergrond, maar twee katten zijn aan het spelen. Dolly en Noah. Ja. Het is hier één beestenboel. Ja, zeg dat wel. Jackson niet. Jackson blijft van de statief af. We hebben weer het kan zomaar zijn dat we dus af en toe in deze video's de kat even moeten waarschuwen. We hebben weer een leuke video voor jullie. Ja. Althans, leuk voor jullie. Waarschijnlijk niet leuk voor hem, want hij voelt zich niet zo heel best. Nou, ja, nee, ja. Goed. Ik ben momenteel super creatief in mijn hoofd. En ik was lekker aan het opruimen en ik kwam nog een papier tegen met rare drinkcombinaties. Zoals jullie het wel hebben vorige keer hebben gezien, hebben wij dus rare voedselcombinaties geüpload. En toen kwam ik dit briefje tegen, want er was namelijk ook nog de bedoeling dat we rare drinkcombinaties gingen doen. En omdat ik zo momenteel te creativiteit in mijn hoofd kwijt moet, dacht ik, we gaan het nu even opnemen. Wat hij niet leuk vindt, want hij voelt zich niet goed. Nou, ik voel me wel prima. Ik heb alleen last van mijn schouders en van mijn rug. Oké, maar goed. Maar even tussendoor. Vorige video, die is trouwens wel goed bekeken en daar heb ik ook leuke reacties op gehad onder die video. Dus super bedankt daarvoor. Yes. En dat motiveert ook weer om deze video te maken. En dat zeg je net niet even naar mij toe? Komt hij nu mee? Maar nee, goed. Jij weet dat toch ook, dat die video... maar dat jou dat echt goed heeft gedaan om jou te motiveren om deze video nu te gaan maken. Ook al voel je je zo kut. Sorry voor het grove taalgebruik. Nou ja, sowieso motiveert dat om een nieuwe video te maken. Maar goed. Wij hebben in ieder geval, ik heb hier een lijstje met rare drinkcombinaties. We hebben in totaal 10 stuks. En die gaan we allemaal proberen. Dus wij gaan beginnen met het eerste. Dus hebben jullie zin in deze video, doe alvast een blauwe duimpje omhoog en geniet van de video. De eerste is cola. Hij doet onder andere even Theo op. We komen net bij de winkel weg, jongens. In ieder geval, de eerste combinatie is cola met pure oranje of limonade, hoe je het ook maar noemt. En daarvoor gebruiken wij grenadine oranje. En natuurlijk cola. Oké. Gaan we daar een groot glas of een klein glas voor gebruiken? Ik durf het niet aan, dus ik pak een kleine. Oh, ik, ja. Dat maakt niet uit. Dan doe ik ook wel klein. Wat jij wil. Oké. Okay. Juist. En als je die jij... onder de oranje. Pak rug en gooi. Jij weet ongeveer hoeveel erin moet. Zo laag? Ik doe voor haar, ik echt een heel skill laagje mee. Ja, nu niet. Hoewel. Zelfs denken, ga je toch puur oranje drinken? Nee, je drinkt het niet puur, je drinkt het met cola. Overigens, dit idee kwam ik op, omdat ik heb dit ooit met mijn achterneefje gedaan, met Jamie. Op de camping. Heb ik dit ooit samen met hem bedacht. Niet zo'n heel groot glas. Jawel, maar anders komt het over volume niet overheen. Oh, dan moet dat ook helemaal leeg drinken. Nee, natuurlijk niet. Gelukkig heb ik hier een bak naast. Ik zag nog niet dat je het leeg moet drinken. Je moet onder 5 minuten naar de wc, ja. Hij had ook zijn pinkie omhoog. Ja, nou, hè man. Echt waar, hè. Is deze video bedoeld om mij voor schut te zetten of zo? Nee. Hoe zit dat? Sorry. Oh. Nou, proost. Oké, dit smaakt serieus niet verkeerd. Zei ik toch. Maar wel heel raar, want het is cola met meer zoete spul door elkaar. Tandartsen raden dit waarschijnlijk ook niet aan. Nee, want in cola zit al heel veel suiker. Ja, en in pure oranje ook. Hey, ga eens in mijn beeld, Jackson. Jackson die gaat, komt even hallo zeggen. Nee, ik ga dit niet vaker drinken. Niet, geen combinatie voor mij. Dankjewel. Waarom gaat die kat nou precies voor de statief liggen? Jackson vindt het leuk om op tafel te liggen, vooral als ik bij tafel zit. Ja. Oh. Maar dit is in ieder geval geen combinatie waar ik denk van dit ga ik elke dag drinken ofzo. Oeh. Hallo, waar zijn we bezig met de video? Oh ja, sorry, maar Noah die kijkt me heel kwaad aan. Dit is in ieder geval voor mij geen aanrader om elke dag te kunnen drinken. Maar dat telt je? Zonde, maar het is niet anders. Ja, we hebben nog meer, dus anders zit ik al vol. Ja, dat klopt. En ik drink meestal al. Wat is het volgende? Cola met dubbel fris. Oh ja, dat heb ik ook bedacht op de camping. Ook samen met Jamie. Lachen.
Dat is een idee. Zou dat grote glas? Nee, dat doe ik echt glas. Ja, maar mij niet uit. Mij ook niet. Ik kan me uitschuiven. Waarheen je gaat, dus toch geen kermis. Bij deze kun je wel de helft met die doen. En ja, nee, maar dat moet niet. Je moet maar een klein beetje doen. Oh, okay. Anders klopt het volume niet. Ja, het is heel pietje dus precies. Dubbel fris met cola. En dit is trouwens dubbel fris witte druiven en citroen. Met appel. En cola. Dat hoeft niet zoveel, dat maakt niet zoveel uit. Zo, wat moet ja, meer? Nee, dat is prima. Even wachten hoor. Even job, nu wil ik het doen. Fris. Gewoon naar cola. Zo, hartstikke idee. Oké. Okay. Proost. Ja, dit vind ik wel lekker. Dit vind ik lekkerder dan die cola met Ranja. Ja, dit vind klopt. Ik minder zoet. Dat was ook mijn conclusie. Deze zou ik inderdaad wel kunnen drinken. Dit is gewoon ja, iets fris erin met toch dat cola smaak eraan. Dit, ja, dit zou ik wel kunnen drinken. Zo, je ziet het even leeg. En ik drink normaal gesproken niet zoveel. Ik zei het toch, je kan me wel vertrouwen. Ik heb wel goede ideeën. Ik proef alleen wel heel veel cola nog. Ik proef niet heel veel dubbelfris. Hm. Ze had voor mij iets meer doorgezet. Ja, maar cola overheerst sowieso. Die is geslaagd. Top. Zo. Nummer 3 is sinaasappelsap met iced tea. Nou, die spullen heb ik dan toevallig bij mij. Toevallig, dat is er ook al te klaar neergezet. Oké, okay. Wat gaan we eerst doen? Sinaasappelsap, denk ik. Zeg jij het maar, dit was jouw idee. Ja, dit kwam ik tegen op internet. Dus ik denk eerst sinaasappelsap, denk ik, gewoon een dun laagje. En ik gebruik deze. Ik vroeg nog dat of ik zelf geperst sinaasappelsap ook kan doen, want er zitten dan van die stukjes in en deze er niet. Nee, ja, daarom moet je ook geen zelf geperst, want dan proef je die stukjes ook. Zou dit genoeg zijn, denk ik het wel, hè? Sinaasappelsap is ook heel erg overheersend. Het zal, ja, het is jouw idee. Holly, yo. Oké, okay. Die is voor jou. En de iced tea gebruik ik ook gewoon deze. Iced tea green. Waar is die? Het ziet er niet verkeerd uit, maar het lijkt me wel heel... Hoe is dat, joh? Ja, dat is de iced tea green. Volgens mij ziet er wel... Zo ziet het eruit. Toppie. Ja. Jackson die zit ons echt aan te kijken van wat de fuck doen jullie. Oh mijn god. Ik zou je vertellen, dat ruikt heel chemisch. Ik heb op internet gelezen dat mensen dit serieus drinken. Nou die mensen zijn op mijn achterhoofd gevallen. Ik pak alvast even de bak erbij. Oké, okay, proost. En ik word gebeld. Kut. Oké, okay, nou daar zijn we weer. We hadden net even wat technische probleempjes. Ik werd gebeld door mijn vader. En ik besef van ineens dat ik inderdaad nog een telefoontje verwachtte. Dus, maar toen zijn we weer. Ik heb met mijn vader even net gesproken en daar ga ik verder niet nog op in. Dus, wij gaan weer even verder. We waren gebleven bij derde. Sinaasappel met iced tea. Sinaasappelsap met iced tea, inderdaad. En hij vindt heel chemisch ruiken. Ja. Bij mij valt het wel mee. Jackson niet daarmee spelen. Ik denk als ik dit heb opgedronken, dat dit de laatste video is op Rally Romania. Ik denk het niet. Kijk, proost. Ik vind dit serieus niet verkeerd. Jackson, niet met dat dingetje spelen. Ik vind dit serieus niet verkeerd. Dat smaakt heel raar. Ik vind het wel lekker. Serieus lekker. Ja, wie wat waar? Ik moet nog de andere drinken. Ik vind het serieus niet verkeerd. De kans op de 1 op 10 dat je dit opdrinkt. Er zit meestal afvalspul in. Dus nee, ik zou zeggen ik doe het wel, maar ik weet dat er meestal afvalspul in zit. Maar ik vind het niet verkeerd. Nou, door, next. Jackson, je zit met je kop ervoor.
Kom, Jack. Hey, dikkop, ga er eens voor weg. Jack, ik zeg even hallo. Laten we dan maar verder gaan. Oké, okay. Nummer 4. Hebben we weer met sinaasappelsap en oranje. Hè? Dat was jouw idee, sinaasappelsap. Ja, joh. Echt een hele lijstje was mijn idee volgens jou, hoor. Nee. Sinaasappelsap met Ranja. Moeten we niet eerst Ranja erin doen? Ah, want nee, joh. Maar dat is verrekt. Ik doe het wel op die manier. Nee, dat mag je. Moeten we allemaal hetzelfde, toch? Anders klopt er geen reet van. Ja, maar je kunt toch beter eerst een dun laagje Ranja doen? Ah, want nee, joh. Hier, let op. Kijk hier. Maar dan doe je dat gewoon... Hier, zie. Moet dit checken. Mijn sinaasappelsap is ongesteld. Ik zweer het je. Geen lepeltje hebben. Een lepel? Nee, we moeten maar een lepel. Ik ga het toch niet eten. Dit lijkt op zo'n toetje. Op zo'n, hoe noem je dat ook weer? Die toetje. Mona-toetje. Ja, zo'n Mona-toetje. Daar lijkt het op. Dan heb je eerst dat... Ja, die zijn niet te eten, die dingen. Ja, ik vind dat wel lekker. Ach man, dan moet je naar mijn moeken. Ik vind dat ook zo lekker. Het ziet er zo graag uit. Nou, hier. Hey, Dolly. Gast! Ik pak wel een doekie. Oh. Die kat die wil ook meedoen. Ja, echt niet. Mijn hele tas zit eronder. Dolly, weg! Ik haat die kat. Dat kat. Vaar. Oh. Hier, vaar. Er gebeurt echt van alles in deze video. Dan word ik gebeld. Dan komt er dit zo troep. Dolly, weg hier. Een leuke titel. Kroepwerk video gaat fout. Nou, inderdaad. Gelukkig heb ik nog niet gedweld, dus dat is weer een voordeel. Maar ik ga het zo meteen wel pakken hier. Ik heb niet genoeg aan dit doekie. Nog een doekie? Ja. Tamma. Neem die mee dan. Oh, het stinkt. Ik kan het... Oh, grappig. Dat stinkt gek. Wat stinkt? Dit! Ho! Dat ruikt naar kots. Oh, nou, dit gaat leuk worden. Oké, voor deze ben ik wel bang. Gadverdamme, alles plakt. Oké. En geloof me, jongens. Oh, dit ruikt echt. Het wordt nog veel erger, deze video. Ja, nou, proost. Hoe? Ik ben blij dat we een extra glas hebben. Die glas raak ik niet meer aan. Ja, sowieso. Welke mensen drinken dit? Oh. Ik heb het serieus allemaal via internet weg. En dit was mijn idee. Ja, maar ook heel veel dingen heb ik via internet weg. Nou, dit is niet mijn idee. Nee. Het volgende, heb jij een energy bij de hand? Energy, nee. Dat hebben we ook op lijst staan. Serieus? Ja. Die komt nu. Energy met appelsap. Zoveel blikjes heb ik niet meer. Je had toch zo 6 meegenomen? Ja, nu nog maar 5. Maar dan hou ik er maar 1 blikje over. Hè? Want jij had er 3 en ik had er 3. Nee, Nou, in ieder geval, voor deze voor de 4 hebben we nog eerder 2. Oké. Nou, energy dus met appelsap. En we gebruiken dus het lekkerste energy dat er is en dat is Flemmers. Hoeveel energy zou erin gaan? Zoveel? Ik denk het wel, hè? Ja, maar niet te gek. Nee. Oké, appelsap. Heb ik niet. Heb jij wel, die zit in de tas. Oh. Toch? Of heb ik die? Ja, die heb jij. Oh nee, wacht, laat maar. Wat zeg ik, heb hem niet. Maar die is jij, ja. De hele tas zit eronder. Bedankt, Dolly. Of was het Dolly? Ja, Dolly die had het spul omgegooid, kutkat. Ten eerste, ik hou al niet van appelsap. Dus dit wordt voor mij een... Er staat nog veel ergere dingen op lijstje. Oké. Plakkerige zooi. Ja, draai je die op dan wel. Ja, dat plakt. Ja,
En dan kun je nagaan, dit is dus ook allemaal echt, want we knippen niet in video's. Want wij zijn niet van die YouTubers die knippen. Puur nee. Echt. Oké. Het ruikt ook weer heel apart. Dit ruikt naar. Proost. Ik weet niet wat ik vind. Ik hou niet van appelsap, dat is wel één ding. Maar ik proef heel erg de appelsap. Ik proef de energy, proef ik niet meer. De prik is uit die energy, hoe kan dat? Ja, dat besef ik me ook eens. Er zit één in. Zullen we nog wat energy erbij doen? Dat doe ik een klein beetje nog. Er zit helemaal geen prik meer in. Die hele prik is er in één. Er is geen prik meer. Ik voel helemaal geen prik meer. Leuk experiment. Over experimenten gesproken. Er komt ook nog een video online dat wij 2 experimenten gaan proberen. Dat is zijn idee. Dus die komt er ook nog aan. Maar probeer eens. Ik weet niet of mensen die deze video's kijken energy drinken. Maar probeer deze combinatie eens. Energy, als je altijd energy drinkt, weet je dat er heel veel prik in zit. Gooi er een klein beetje appelsap door. De koolzuur is er gewoon uit, hoor. Dat is, vind ik, heel apart. Hoe kan het? Het bruist ook niet meer. Normaal bruist het. Dan bobbelt het wat omhoog, maar dat doet het ook niet meer. Hier, dat doet echt letterlijk helemaal niks meer. Maar ik vind het niet verkeerd. Nee, dat niet, nee. Ik ben sowieso geen fan alleen van appelsap. Alleen het nadeel is, appelsap vind ik eigenlijk een beetje, deze energy smaakt eigenlijk bijna hetzelfde als appelsap. Alleen dan zit de prik in. Dus het smaakt nu eigenlijk gewoon meer naar appelsap. Hoe kan het dan dat ik appelsap wel vies vind, maar energy niet? Ja, omdat hier zit koolzuur bij door en het smaakt niet echt naar appel. Alleen als je het combineert met appelsmaak, appelsap. Ja, nu herken ik het inderdaad. Het smaakt inderdaad wel een appelsap. Alleen hier proef je toch geen appelsmaak aan. Nee, en omdat die koolzuur, dat komt door die koolzuur. Ja, en taurine denk ik. Taurine en cafeïne die erin zit. Juist. Hè? Alleen als jij dus energy met appelsap mengt, hou je gewoon appelsap over. Het is niet verkeerd, maar ik hou niet van appelsap, dus ik gooi het weg. Het is lekker, maar ik drink smaakt niet apart. Vaker. Ja. Het is heel apart. Sowieso ga ik niet vaker dingen combineren. Het is toch grappig? Nou, niet voor je vrije tijd. Oké, nummer 6. Daar zijn we een beetje bang voor, omdat cola met bier. Cola? Cola, of chocomel met bier. Hoe kun je dat verzinnen, gek? Hoe snap ik het, man? En dan pak je ook nog een smerige glas. Ik ga deze even omspoelen. Ja, neem die van mij even mee. Moment. Oh nee, dan gaan we echt van alles over. En daar op de katten dat hij niet aan de bakken komt. Ja, die bak staat hier voor ons. Verdammt, die plakt helemaal. Anders gaat die fout. Ik zweer het je. Ik pak vast de chocolade wat erbij. Oké. Okay. Wat gaan we eerst doen? Met bier of met chocolademelk? Wat is grappig, denk je? Met bier. Dit gaat drink geen bier als je jonger bent dan 18. Toch? Zo zeg je dat. Ja, en experimenteer nooit met bier. Dit is alleen puur voor alleen mensen. Zo? Ja. Ja, is goed. Dit doen alleen mensen die totaal gestoord zijn. Zoals wij. Je moet toch op je achterhoofd. Als je dit wil bedenken. Om tegen te spoelen. En dat wil ik ook erbij zeggen. El Rico video is geen El Rico video zonder drank. Dat bewijs maar weer. In ieder geval schaadomproef video. Hè? Wat? Dat bedoel ik. Maar je moet echt een tik van de molen gehad hebben. Wil je dit uitproberen hoor? Dan ben je niet goed. Nope. Dus? Moet je eerst schudden, chocomel. Oh ja. Corona. Eigenlijk hadden we dat moeten ophalen. Corona bier en corona. Ja, stop, maar ga niet zingen. Maar dat zijn liedjes. Hallo? Oké, dat gaan we. Wat doe jij? Ik wil het laten zien zo. Wat er ging gebeuren. Oké,
Toma. Ah, we zijn hier helemaal aan het knoeien. Het gaat helemaal mis. We zijn onvoorbereid. Hebben jullie het gemerkt? Ja, geef maar geen die doek. Oh, het stinkt. Het ruikt vanavond naar bier. Hey. Wat? Bier stinkt helemaal niet. Moet je ruiken? Ik ben niet meer zo. Wow, yo, gek. Ik zweer, je gaat er bijna over je nek alleen aan de lucht, man. Ik ben hier heel bang voor deze. Ik zei het net al, hè. Het wordt nog alsmaar erger. Deze pie. Oh, gadverdamme. Je moet er echt gewoon een tik van de mond gaan en wil je dit proberen. Dan ben je niet goed, hoor. Geweldig. Oké. Okay. Ik ben hier een beetje bang voor. Kom, allemaal. Nou, daar gaan we. Dood op de gladioen. Oh, man, die lucht, ik kan het niet. Oh, die lucht, dat stinkt, man. Oh. Oké. Okay. Zeg. Wat is nog veel erger? Het ziet er ook uit naar een kots, jongens. Moet je kijken. Ik weet niet of... Ja, ik denk niet dat mensen dat willen zien, hoor. Maar zijn... Oh. 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 Oh, mijn maag vind ik niet leuk. Wie's idee was dit ook weer op deze video? Mijn. Ja, doe je me aan, gek. Oh, wat doe je met me? De camera beweegt ook. Oh, sorry. Oh, wat doe je met me? Sapsam. Oh. Oké, okay, we moeten nog vier. Nog vier? Oh. Dan rijd je mij op ons voor, want die andere is bier met cola. Oh. Dat begint met cola. Wow. Wow. Echt maar, je bent echt niet goed, hoor. Moet je dat naast biertje hebben? Nee, ik hoef wel... Oh. Ik ga hem nog trekken. Op zijn reactie. Jongens, knal even een like op deze video. Doe het voor ons, alles gaat mis. We hebben het nodig. Dit ziet er heel raar uit. Zo ziet het eruit, cola en bier. Nou, daar gaan we. Het gaat niet verkeerd. Ik ruik helemaal niks. Ik wel, heel weer. Ja, het stinkt een beetje. Oh joh, het ziet er wel helemaal uit. Oké, proost. Hallo? Ja, ik zou toch smeren dat ik om hoorde praten. Hij zou toch smeren. Ja, ik vind het gek voor dit rare goedje. Oké. Okay. Ik ben geen drugs voor nodig. 3, 2, 1. Wat? Smaakt eigenlijk niet verkeerd. Nee, je proeft het bittere van het bier niet meer. Nee, het is een beetje verzachtend door de... Cola. Ja, maar het is... Ook hallo Noah! Ja, nee, dat gaan we niet drinken! Dat zal ik niet doen! Dat trip trekt de hele kat om. En bovendien zit er chocola in, dat mogen ze niet hebben. Veel plezier. De bitterheid van de bier is een beetje eruit. Ik moet kotsen. Doordat het laat het hem. Nee, ga. Nee. Ja. Moet niet te veel in die rol doen. Even omspoelen. Wil jij dat doen? Dan moet ik lopen. Weg, ga weg. Dolly weg. Oh. We moeten nog drie.
Wacht, ik spoel deze dan nog wel even om. Wij gaan even daarheen. Moment. Oh, wat doe je met me? Kijk, zijn er problemen? Jongen naam Fissie en Cola. Dan moeten wij het ook even op gaan. Ja, la. Jongen, is niet goed. Dolly, weg daar. Ja, la. Nou, daar zijn we weer. Nee, dat we even twee glazen moesten omspoelen, omdat er zo meteen nog wat anders komt. Het volgende. Cola zo, hebben we nog meer met cola? Ja, nog twee dingen. Oh, dan moet ik even een nieuwe cola halen. Oh, ik heb volgens mij sowieso nog cola zero. Dat zag je nu niet op beeld, maar hij ging bijna op zijn nek heen. Hoe zeg je dat? Ik heb geen idee. Bijna op mijn bek. Dat, ja, dan ik zocht dat woord. Jalalalalalala. Een volgende die op het lijstje staat is Fristie met chocomel. Hoe kun je dat? Dus dat is eigenlijk gewoon chocola met aardbei. Die lijkt me oprecht niet verkeerd. Alleen wij hebben geen Fristie, maar gewoon... Dit is framboos en geen aardbei. Framboos? Wat? Framboos, zei jij. Framboos. Wat? Bram is altijd boos. Wat wil je nou weer over Bram? Je hebt een affaire met Bram, hè? Hé, hey, Noah, ga uit die tas, man, verdomme. Iemand een kat gekocht. Kom eens uit die tas. Oké. Okay. Er staat dus officieel Fristie bij, maar wij hebben dus deze ook gehad. Ja, nou, Yogi is Yogi, hoor. Nee, hey, Fristie is wat anders dan Yogi. Nee, joh, komt op hetzelfde neer. Het is alleen een ander merk. Man. Ik word niet goed, man. Nou, hier, een fles openmaken, ik ken ze ook al niet. Nope. Blond, hè, dan krijg je dat soort dingen. Goudgismol. Oké. Dat mag wel. Oké. Nog een beetje meer. Ja, mijn glas staat hier. Oh, niet zo veel gek. Jezus. En mij lijkt het recht niet, verkeerd, want dan heb je gewoon... Ja, maar jij hebt een tik van mijn mond nou. Hoezo? Dus, ja, nou, kom op, maar wie bedenkt er nou zoiets? Deze lijkt me echt gewoon niet verkeerd. Meer. Stop. Mijn hele glas moet leeg, hè? Helemaal niet. Oké, zo ziet het dus uit gewoon... Dit lijkt serieus met je koffie. Nou begin ik te hallucineren. Dit lijkt op koffie. Oké, zo ziet het eruit. Hé, je ruikt alleen maar Yogi. Ja. Kan dat nou? Oké. Hé, je ruikt echt alleen maar Yogi. Deze lijkt me oprecht niet verkeerd, dus ik ben benieuwd. Oh. Nee, het is gewoon framboos met de aardbeien. Maar het is wel lekker eigenlijk. Zie je. Deze valt me echt niet tegen. Dan proef je alleen wel de Yogi heel erg. Uh-huh. Ja, ik denk dat je hiervan gewoon heel veel chocolademelk moet doen en gewoon een klein beetje van dat. Volgende. Geslaagd. Oké, we hebben nog twee. Dat is cola met Ice Tea Queen. Oh. Dus dit staat hier. Ik moet wel zeggen, ik begin er wel een beetje beroerd te voelen door dit. Hoeveel wat cola doe jij? Oh, dat is natuurlijk door de prik. Wat? Zo heb ik geen last van die schuimkraag. En dan dus de Ice Tea Queen. Oh, niet zo veel gek. Jongen. Ik weet alleen wel dat ik soms de tafel schoonmaak. Plakt aan alle kanten. Yes. Deze is maar niet verkeerd. Nee, ik proef alleen wel voornamelijk heel veel cola. Oh, ik niet. Ik proef ook Ice Tea Drink. Duidelijk. Nee, niet meer. Dan heb je er te weinig in. Maar ik proef het wel.
Dat is een beetje citroenijs tegenwoordig. Met prik. Ja, nou proef ik het wel. Ik vind een beetje een citroenijstee smaken met prik. Ja. Terwijl we ijstee green gebruiken. Ja. Dat is bijzonder. Ja, want er staat ook gewoon ijstee green puur op. Dus het is echt gewoon pure groene ijstee. En als je het dan mengt met cola, krijg je ijstee citroen. Proef bij mij, er zit bijna geen prik meer in. Ook dit is weer heel raar. Er zit geen prik meer in. Mm. Heel licht. Nou, ik proef het duidelijk. Bij die VA. Proef die maar, proef nog duidelijk prik. Ja, niet veel. Nou, voor mij heb je gewoon een tik van de mond aan, want ik proef duidelijk prik. Heel lichtjes. Maar dit is inderdaad geen verkeerde combinatie. Nou, de laatste. Eindelijk me toch. Ja, ik ben eigenlijk best wel... Positief gezien, ik begin nu wel te denken dat ik deze video nog overleef. Oké, de laatste is ook weer met cola. En dan in dit geval met 7-Up. Oh, dat is niet verkeerd. Dus ik heb dat hier... kan ik je garanderen. Dit dus gaat niet even... Ik durf nou wat te zeggen. Deze video overleven we wel. Weet niet wat er na die tijd gebeurt. Misschien vanavond zitten we wel de hele avond op de wc. De schijn. Of de pissen of de kotsen. Dan moet ik zeggen, mijn buik heeft nou echt zoiets van... Wat de fuck doe jij, man, gek? Ben je wel lekker? Mijn buik heeft nou echt zo die je op mijn buik kon praten. Het is lang geleden trouwens, dat heb ik net ook. Ik heb trouwens best wel veel cola eigenlijk, of niet? Ja, je hebt veel te veel cola, gek. Ah, je gooit er nog maar 7-Up bij. Je rand zit bijna vol. Nee, gooi er nog maar bij. Mijn rand zit bijna vol, ze zijn helemaal niet bijna vol. Ja, homa. Oké, okay, nou deze moet als goed is heel erg tegenvallen. Dus ik hoop, of ik bedoel meevallen. Ook maar net zeggen. Dus als goed zijn we de beste hopelijk voor als laatst bewaard. Oké. Okay. Is prima te doen. Ja, deze is ook prima. Alleen toch overheerst, ja, de cola proef je nou wel iets meer op de achtergrond, want... Ik weet niet, ik proef meer op 7-Up. Ja, deze vind ik niet verkeerd, nee. Moet ik me nou echt stoppen, mijn buik heeft nou echt iets van wat ik voor mee. Ja, ik was nu ook een beetje beroerd aan, en we hebben nog eens volgeglazen. Conclusie, ik vind wel, van alles wat we nou geprobeerd hebben, vind ik het lekkerste tot nu toe de dubbelfris met cola. Die vind ik het lekkerste tot nu toe. Ja, ik ook. En het raarste vond ik denk ik toch wel de energy, of nee, welke was het nou? Dat de appelsap. Nee, de appelsap met energy, ja. Want... Die vond ik het raarst, die vond ik inderdaad echt van, what the fuck, hè? Dat zou ik niet drinken. Ja, de raarste en was... En smerigst... Wacht even. Ja. De raarste was inderdaad dus die appelsap met energy, want als je energy gewend bent, dan proef je inderdaad heel veel prik. Maar als je dan de appelsap erbij doet, dan ben je op een gegeven moment alle prik kwijt. Dat is heel erg apart. En het goorste... Vind ik toch de Ranja met sinaasappel. Ja, die inderdaad. Ja. Nou, dan zijn we het eens. En ook die cola, en chocolade met bier. Die voel ik ook echt. Heb ik van die Ranja met sinaasappel smeriger. Ja, daarom ging ik ook echt over mijn nek. Maar goed, ik wil dus zeggen. Mijn favorieten zijn we hebben inderdaad wel dezelfde favorieten. De nummer 1 is sowieso inderdaad de cola, dus met dubbelfris. De raarste was dus appelsap met energy. En de goorste, die moet je gewoon echt niet proberen. Tenzij dat je zo gek bent als ons. Is dus inderdaad... Sinaasappel met Ranja. Ja. Sinaasappelsap met Ranja. Zoals je ziet... En chocolademelk met bier. Niet doen. Nope. Echt niet. Maar die andere zijn gewoon prima te doen. Die kun je sowieso wel proberen. Het is één loop plakkigheid hier. Op de grond, op de tafel, onze handen. Het is één gekke video en we knippen niet in deze video, dus alsjeblieft voor deze grappige, misschien, ik hoop dat jullie dit een grappige content vonden. Wij zijn in ieder geval wel kapot. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Knal even een blauw duimpje op deze video, als je dit een leuke video vond. En dan zie ik jou weer terug met een gloednieuwe video, hier op Adicomania. Later. Wacht, nog even één ding. Oh. Heb je nog leuke video ideeën als het gaat om proef? Dingen, video, of heb je nog andere content die je graag wil zien? Laat het gerust weten hieronder in de reacties. Later! Mazzel!